Ik heb eindelijk de laatste map gevonden die ik natuurlijk nog moest, namelijk Knockout. We gaan nu kijken of ik daar een chillport op kan neerzetten. Dus vergeet natuurlijk niet je blauwe duimpje omhoog achter te laten. Help mij enorm en let's go. Oké, we spelen op de laatste map van vandaag. Eindelijk heb ik een potje Knockout gevonden hier zo. We spelen dus Safeguard Charging de Z. En holy shit, dit is awesome. Oh shit. Oh shit, we pleuren bijna mee. Holy shit. Dit heb ik bij Team Martin gezien, hoor. Oh, je hoort het nu niet. Als je dus op die dingen schiet... Oh, ik word even geoutkomd. Als je dus op die dingen schiet, dan... Hoe zeg je dat goed? Dan hoor je een geluidje of zo. Ja, je moet dan iets horen. Een tromgeluidje, zei Team Martin. Ik hoorde het in zijn video wel. Maar niet in me nu zelf. Maar ja, ga ik nu ook niet proberen, dan verraad ik steeds mijn spot. Hier kan je steeds onderdoor lopen. Dat vertrouw ik niet helemaal. Dus ik loop maar gewoon lekker over de bovenkant heen. Doe het maar lekker op de simpele manier. Nice, ik speel met de Tempest Streak. Laat ik die maar eens eventjes aanzetten dan. Oh shit. Ik kom even achter me. Ik speel met, nog steeds met de UAV, de Lightning Strike en de Raid natuurlijk. Gewoon de standaard streakjes die ik bijna altijd wel aan heb staan. Als killstreak, iemand in de recessie joint, de Gator Boy. Maar dat maakt niet zoveel uit. Patrick heeft hem. Nice, Patrick. GG. Patrick, oh mijn god. Patrick loopt er gewoon als een dode vogel doorheen. Dat zo kan je natuurlijk ook spelen. Maar hij speelt zelfs meer wat afwachtender. Althans, op de nieuwe maps dan, hè. Zodat ik bijvoorbeeld een glimp van de enemies opvat. Zo. Kom maar op. We moeten naar de andere kant. Ik dacht even dat onze safeguard aan deze kant zat, maar dat was niet zo. Het was de andere kant. Oh, split. Ja, het is een quad sweep, maar hij split omdat iemand het game left. You motherfucker! Holy shit, ik had even een mooie quad sweep daar. En toen blijft gewoon de quad sweep klaar. Alleen die fucking klootzak moest leven. Oh, dan wordt even geouderd. Get on my level nu. Voor mij ken ik hem, maar ik weet even niet precies wie het is. Nou, GG in ieder geval als je in het potje zit. Ik ben niet slecht in ieder geval. Als je maar twee keer geout bent. Rest in twee. Hij is al gepasseerd. Oh, hij komt terug. Mooie dubbelkill. Ik heb tempers binnen. Ik kan er weer in. Dat is één. Oh mijn god, hij stond daar hard, dood hard te het glitchen. Alright, alright. 3-2. Ja, oh, thanks teammate. Hij kwam daar in ieder geval aan, daar ging het om. Ik heb al twee videos vandaag over wat safeguard is. Het is natuurlijk een soort van chaos moshpit deze... Oh shit, in mijn rug. Het is een soort van chaos moshpit, deze plek van Eclipse natuurlijk. Maar je kan ook, als jij zelf... de map ik zo heb gedownload, kan je ook zelf in koord vinden. Dus stel je gaat nu gewoon een Team Damage potje zoeken, kan je hem ook in Team Damage tegenkomen. Je kan een Domination tegenkomen, Uplink. Uplink vind ik het chillst om deze map op te spelen, maar op Rift kan je sowieso denk ik geen Uplink krijgen vanwege de grootheid van de map. Want die map is denk ik ongeveer net zo groot als dat mijn iPhone is. Dus ja, dat is niet zo heel erg chill in ieder geval. Maar. We hebben nog een hele ronde om ons te bewijzen. We hebben nog een ronde om ons streaks aan te zetten. We staan 18 om 6 op dit moment. 5 kills heb ik met UAV. Maar ja, het is safeguard, dus krijg je maar 50 punten per kill. Dat is het enige kutte aan deze game mode. Dus het is heel lastig om je streaks te halen. Dat wel. Het is lastig om je streaks te halen. En nu zijn we in UAV. Ik heb een ghost. Hij is weer een triple on screen. Beter staat die Guardian niet in de spam. Of bij dat ding daar. Dat zou wel even kut zijn. Ja, daar staat hij wel dus. Oké, we hebben dus dadelijk wel een probleempje. Als we die robot daarheen gaan brengen, maar dat zien we dan wel weer. Dan is die Guardian misschien alweer weg.
gewoon best wel snel erin. Weg hier, weg hier. Teammate heeft een lightning. Nice teammate. Ik heb ook bijna mijn UAV. Waar is hij heen gerend? Come out, wherever you are. Koekoek. Zo leuk om achter iemand aan te rennen die, weet, die niet weet dat jij achter hem zit. En ik ben weer off the radar. Dat is het mooie aan Ghost, vind ik. Kom, ik heb bijna mijn lightning strike. Als ik nou eventjes kan halen. 20 punten. Nice. De lightning is binnen. Nice. Oh, shitties. Huppakee. Ik heb ook mijn raid, let's go. Ik ga scoren, we gaan scoren. Oké, let's go. We hebben dit potje gescoord. Oh, best wel dom dat ik niet mijn raid heb ingekald eigenlijk. Maar ja, don't care. Er komt nog een overround of een overtime ronde. 41-6 op dit moment. We gaan dood lekker. We gaan dood lekker. Nog twee rondes te gaan. Ligt eraan hoe snel de enemies op dit moment leave. Of niet leave. Ja, ze kunnen leave. Dan is het potje afgelopen in ieder geval. Maar het ligt eraan hoe snel hun op dit moment de robot in onze uplink gooien of zo laten lopen. Zoveel tijd hebben wij het volgende ronde ook. Dus als ik nu binnen 10 seconden doen, wat onmogelijk is, want hij is nu aan het rebooten. Je snapt wat ik bedoel. Hopelijk doen ze het te lang over. Dan kan ik misschien een 100 plus halen. Dat zou nice zijn. Het zou echt gaande zijn als ik gelijk een 100 plus haal. Zo, dan hebben we UAV eruit geknald. Huh? Oh ja, kak, ik heb geen hoe heet dat? Geen flakjacket aanstaan. Ja, ik hoorde dat ding ook niet de lucht in knallen hoor, zo niet, maar goed. Fuck my life. Friendly UAV inbound. Span aan de hele andere kant, dat is dit. Gaan ze nou serieus 14 minuten mee wachten? Of 4 minuten mee wachten om dat ding te escorteren? Ik hoop het toch niet, hè? I hope. Ik hoop dat ik daar niet gekild zou worden door die kutsen, maar ja, dat is weer het tegenovergestelde van de wereld. Hier jammer genoeg. Waarom spannen hun in onze span? Dat zou ik best wel willen weten. Nice, Patrick heb ook zijn raid gehaald. GG, Patrick. Goose gedaan. Hij heeft ook zijn hater. Oh, Patrick goes on flee. Oh, wauw. Hij stond AFK, toch? Voor mij was hij echt AFK, die gozer. Wauw. Komt hij nu opeens tot leven? Ja, het zal wel. GG. Jammer gekild in ieder geval. Jij gaat nu dood, niet één. Oh, nee, nog niet. Nu wel. Oh, dat is een lach, jongen. Jij gaat nu dood. Ja. Oké, laten we de walrun of de... Oh! De walrun van onder nemen. Oh, shit. Ik vind het altijd zo eng om moeilijk te doen voor een balwin. Doe het gewoon op zijn normale manier. Ze gaan letterlijk gewoon niet de robot hierheen gooien. Ah, oké. Okay. Jullie keuze. Jullie keuze. Wat heeft deze KN oppakken? Mooie Dark Matter erop. Spant hij als het goed is hier? Nee, dat doet hij niet. Oké, hij spant niet daar, oké. Die hebben echt geluk, want er zijn 3 of 4 lange videos online gekomen vandaag. Dus zeker mogen jullie niet in ieder geval. Laat dan ook even je blauw duimpje omhoog achter op deze video. Dat helpt natuurlijk enorm. Koekoek. Kom maar bij papa. Kom maar.
Polaris tasking UAVs. Ah, ze lopen naar de andere kant. Waarom doen jullie dat nou, jongens? Dit is toch jammer? 55 kills op dit moment. We hebben dit, deze ronde veel te weinig kills opgepakt om denk ik een 100 plus te halen. Maar je weet het niet. Hopelijk zitten ze nou niet hier te campen, zitten in ons span. In onze rug ook, holy shit. Ik heb mijn lightning strike. Bijna mijn raid. Zit op een 15 streak op dit moment. Als mijn team is me niet misgunnen. En dadelijk gewoon normaal. Spelen, dus niet de robot gelijk laten lopen. Ik heb nu nog 1 minuut de tijd. Dan kan ik misschien een nuclear halen, dat kan. Maar dan moeten mijn teammates niet als mijn goldhaak dat ding gaan carry, want dan ben ik de lul. Dus teammates, misgun me niet alsjeblieft. Dat vind ik scary. Ik heb een raid. 20 streak op dit moment. Holy shit. Patrick heeft hem ook. Nice. Oké. Okay. Deze ronde zit erop. Ik ben echt aan het stressen op dit moment. Ik moet nog 10 of 9 kills en dan heb ik mijn nuclear binnen. Kan ik een live nuclear halen op de nieuwe Dusty map? Dat zal echt awesome zijn, maar dan moet Patrick hopelijk een streakje hebben. En dat heeft hij niet, want ik heb geen hater aan staan. Dat is nou even jammer, jongens. Oh, hier baal ik echt van. Hier kan ik echt van balen. Als ik nu geen nuclear haal, dan ligt het gewoon aan mezelf. Ik heb nog een raid, die ga ik niet inkallen. Believe me. Teammates, alsjeblieft. Laat de robot staan, dan hebben we 5 minuten de tijd. 5 minuten moet ik makkelijk een nucleaire in kan halen, alsjeblieft. Escort the robot to the enemy base. Nee, ze gaan hem allemaal escorteren, kijk nou, kut. Alsjeblieft, dude. Confirm and kill. Ah, kut Patrick. Ik ga het, let maar op, ik ga het niet halen omdat mijn teammates verneuken met het escorteren, geloof me. En ik ben dood, laat maar nevermind, ik ga hem sowieso niet halen. Hier, knal mijn raid erin. Kut! Ik had een nuclear kunnen halen! Ik heb hem gechoked, jongens! Maar ja. Het gaat sowieso ooit wel een nuclear op deze map aankomen ofzo. Jammer dit zeg. Heel erg jammer dit. Maar ja, ik kan niet bepalen. Ik kan ook niet bepalen dat daar een ding, hè. Want normaal hoor je altijd zo krik als je afging. Dat hoor je nou niet meer. Waarschijnlijk is hij gepatcht of zo, dus. Maar laten we nu maar even met 6 man dat ding erin gooien dan. Kom maar. Kom maar, hoppakee. Killetje erbij. Let's go. 71-12, het is ons eindscore. Dus. Mocht je nou genoten hebben van deze alle 4 video's van vandaag, laat dan even massaal dat blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. Vergeet natuurlijk niet de andere 3 video's van vandaag te checken op mijn kanaal. En morgen natuurlijk weer om 3 uur een gloednieuwe video. Thanks for watching jongens, tot morgen om 3 uur. En ja, dit waren de maps, zoals ik al zeg. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Doei!